STOA Rionet Afvalwaterketensymposium jaargang 2021. Welkom voor alle kijkers, deelnemers thuis, misschien op het werk en alle betrokkenen hier in de studio in Utrecht. De problematiek en de oplossingen in de afvalwaterketen zijn net zo breed als de doelgroep die wij vandaag beogen, van waterprofessionals tot bestuurders. Deze dag of deze middag is interessant voor iedereen met een brede belangstelling die werkzaam is in de afvalwaterketen. Mijn naam is Cora Uiterlinde en ik ben programmamanager bij STOA. Wachten. Vorig jaar hebben we ons gemeenschappelijk afvalwaterketensymposium uit moeten stellen vanwege de corona. En dit jaar hebben we er toch een vorm aan weten te vinden die hopelijk iedereen tevreden zal stellen en de belangstelling zal bevredigen. En er komt nogal wat op ons af. We moeten combineren, stapelen, circulair, klimaat, waterkwaliteit, recreatie, lagere kosten enzovoort. We hopen dat we vandaag een interessant programma voor jullie neerzetten. En we laten een goede doorsnee zien van een aantal projecten en ontwikkelingen van ons werkveld. Mijn naam is Bert Palsma, programmamanager waterketen en stedelijk water bij de STOA. Ja, er is de afgelopen twee jaar veel gebeurd. We zijn natuurlijk op een heel andere manier met elkaar omgegaan. We moeten steeds meer gebruik maken van de computer in plaats van live met elkaar in contact zijn. Maar we zien ook dat er niet alleen dat wint. We maken ook steeds meer gebruik van data om de hele afvalwaterketen meer te sturen op feiten. En nou, een hele belangrijke ontwikkeling is natuurlijk ook dat we steeds meer maatschappelijk ingebed worden. Maar dat geeft ook steeds meer opgaven. Opgaven voor verduurzaming, opgaven voor meer gezondheid, voor meer comfort. Kortom, de opgaven stapelen zich op en we hopen daar vanmiddag wat extra handvatten te reiken om daar antwoorden op te vinden. Mijn naam is Ton Benen, ik ben onderzoekscoördinator bij Stichting Rionet en nou, ben blij dat we er vanmiddag een mooie middag van kunnen maken. Dankjewel. Dankjewel Cora, Bert en Ton voor jullie aftrap en introductie van het programma vandaag. We hebben inderdaad een mooi en ambitieus programma voor jullie in petto. De projecten spetters is de eerste ronde de komende anderhalf uur tijdens jullie lunch, waar je ook bent vandaag. Een programma wat opgevolgd, eigenlijk vandaag het afvalwaterketensymposium hebben we opgebouwd in drie onderdelen. De projectenspetters waar we zo een inkijkje in de portfolio van STOA en Stichting Rionet gaan zien. Dan een hoofdprogramma waarin we met een aantal interessante gasten ook de diepte in duiken over hoe doen we dat. De stapeling die Bert net al noemde. En we sluiten de dag af, of de middag eigenlijk af, met een verdiepende sessie. Waar we aan de hand van drie complexe projecten gaan kijken van wat kun je er nou zelf mee? Hoe kun je dat gaan toepassen? Ik neem jullie even mee in sneltreinvaart in het programma. Jullie zien dat naast je. Het is ambitieus de komende tijd, dus je kunt even achterover leunen. We gaan een aantal spetters, zo hebben we dat genoemd, highlights uit die portfolio langs zien komen. Blokjes van 10 minuten, afgewisseld met verbindingsthema's over microverontreinigingen en medicijnresten, over data en informatie, maar ook over een complex project als het herplaatsen of herontwikkelen van een grote zuivering. Wij doen dat vandaag vanuit de studio in Utrecht. Een oude medicijnopslag, heb ik begrepen. Daar horen we vast nog meer over. Circulair, jullie zien op de achtergrond bijvoorbeeld deuren uit een oud kantoorpand. Dus we zitten er misschien wel middenop vandaag. Jullie zien ook rechts van je scherm of onderin je scherm, afhankelijk van je device, de chat. Daar kun je aan meedoen als je daar je naam in invult en inlogt. Bij ons is Anja Derksen, welkom, van AdEco Advies.
Jij bent onze chathost vandaag en we zien je dadelijk ook nog in het gesprek. Dus Anja die volgt jullie chats, beantwoordt ze, maar brengt ze ook in het gesprek hier aan tafel als dat past. Dus stel je vragen, maar help elkaar misschien ook aan antwoorden. Voordat wij naar de eerste projectenspetter gaan, daar zijn we benieuwd naar natuurlijk, Cora. Gaan we even iets meer horen over die afvalwaterketen. Want dit is het afvalwaterketensymposium, niet de eerste en misschien ook wel niet de laatste. Maar wat is nou die afvalwaterketen? Waar begint het en waar houdt het op? Bert, kun jij ons daar iets over zeggen? Het korte antwoord is, het is inzameling van afvalwater, transport van afvalwater en zuivering van afvalwater. Maar dat is geen dicht systeem. De link naar het oppervlaktewater via de zuivering, lozing, is overduidelijk. Maar eigenlijk is het hele stedelijk waterbeheer en die waterketen moeilijk van elkaar te scheiden. Als het hard regent, stuur je die regen wel of niet de riolering in. En stuur je hem een gemeende riolering in of een gescheiden riolering in. De link. De waterbalans van de stad is heel erg aan die afvalwaterketen geknoopt. En dus het gaat over stoffen, het gaat over water in met name stedelijk gebied. Natuurlijk is het buitengebied ook wel gerioleerd, maar de grote opgaven zitten misschien wel in stedelijk gebied. Inzameling, transport, zuivering met een belangrijke link naar het oppervlaktewater en alle gebruik dat daaromheen zit. Helder. Mooie definitie. Ja, het is lang, maar... ja, het zou mooier zijn als je het in 3 woorden kan. Ja. Maar helder, dankjewel Bert. Vandaag hebben we STOA en de Stichting Rionet hier als organisator, als gastheer. Misschien bij velen al bekend, maar bij sommigen misschien ook niet. Ton, kun jij iets vertellen over de Stichting Rionet? Heel graag. Stichting Rionet is de koepel- en kennisorganisatie voor en door alle professionals betrokken bij water in stad en dorp. Dat op zich ook nog een behoorlijk lange zin. En in 3 woorden is het stad, water, mens. Heel goed. En STOA? Waar staat STOA voor? Nou, STOA staat letterlijk voor de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. Wij proberen de landelijke onderzoeksvragen voor de waterbeheerders in Nederland te beantwoorden. Door onderzoek, maar ook door kennisdisseminatie en allerlei andere projecten. En dat doen wij ook van voor en met de waterbeheerders. Dus de invloed van de waterbeheerders is van grote invloed ook op ons onderzoeksprogramma. Ja, dus eigenlijk beide flink aan de slag met onderzoek en kennisontwikkeling. En in dit kader hebben jullie elkaar gevonden. En dat is al geruime tijd zo. Waarom doen jullie dit evenement nou samen? Ja, ik denk dat we elkaar heel goed aanvullen. STOA... heel goed ingebed natuurlijk bij de waterschappen. Stichting Rionet meer achterban bij de gemeenten. Gemeenten en waterschappen werken steeds meer samen. Vanzelfsprekend de gemeente aan het begin van de afvalwaterketen en de waterschappen weer aan het eind van de afvalwaterketen. En we vullen elkaar niet alleen aan qua doelgroep, maar denk ik ook wel een beetje qua benadering van de doelgroep. Waar STOA heel erg focust op onderzoek en diepgaand onderzoek. Leggen wij misschien meer ook de nadruk op kennisoverdracht en op communicatie. En nou, in die zin zie je dat we elkaar ook kunnen versterken en aanvullen. Ja, we werken ook al jarenlang intensief samen. Of ja, ik kan me niet alles herinneren. Jij en Berg zijn toch een nauw samenwerkend duo op de thematiek van de afvalwater. De Stedtler en Waldorf van het Nederlands Waterbeheer. Ja. Ja. Ja, en wat bijzonder van dit webinar is en van ons jaarlijks terugkerende event... is dat er zijn natuurlijk momenten waarop zuiveringsbeheerders veel dieper naar zuiveringsbeheer kunnen kijken. Waarop rioleurs veel beter naar hun assets kunnen kijken. Maar de bedoeling van vandaag is nou juist om die zuiveringsbeheerder ook even aan het rioleringsverhaal te laten ruiken. En omgekeerd. Breed de sector neerzetten met af en toe wat verdiepingen. En natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden gedurende het jaar waarbij de specialismen aan hun eigen trekken zullen komen. Ja, mooi. Vandaag, maar eigenlijk in de editie die we vorig jaar hadden willen doen, staat gestapelde opdrachten centraal. Hè? Een thema wat je al een beetje introduceerde. Veel onderwerpen die op elkaar gaan komen en blijkbaar nog steeds relevant. Hè? Vorig jaar op de agenda, nu nog steeds. Waarom hebben jullie voor dit thema gekozen? Nou, omdat het een ontzettend uitdagend thema is, omdat ook vanwege de complexiteit.
En het is de uitdaging voor waterbeheerders, maar ook voor STOA en voor Rionet, om juist vanuit die complexiteit zaken ook weer behapbaar te maken. Dus met de onderzoeken en de deeloplossingen die wij soms aanreiken. Ja. Dus ik denk dat we juist die complexiteit de komende tijd met name nog heel veel aandacht moeten gaan geven. Ja, en dat behapbaar maken, wat zou er dan uit kunnen komen na een dag? Ontstaat er nieuw inzicht, dingen die we nog niet weten na vandaag? Of... Ik denk ook dat je ziet dat de opgave waar zowel de gemeente als waterschappen rondom water voor staan, dat daar ook steeds meer ruimte voor gevraagd wordt. Dus zeg maar, riolering is letterlijk boven de grond gekomen en gaat ook ruimte vragen. Ruimte is schaars in Nederland. Ja. En daarmee is er verbinding tussen ruimtelijke ordening en water gekomen. Nou, traditioneel is natuurlijk ook al de taak voor de gezondheid en voor de milieubescherming. En al die onderwerpen die komen steeds meer met elkaar in verbinding. En nou, het zou heel aardig kunnen zijn dat door bepaalde projecten ook eens met elkaar te verbinden. Om te kijken of we daar inzichten uit kunnen leren waarvan we ze nog niet eens wisten dat ze er waren. Laten we eens kijken aan het eind van onze sessie zo dadelijk of die inzichten inderdaad op zijn gekomen. We gaan starten met een opmerkelijk project. Een project, we hebben dat even de Spetter genoemd. En een opmerkelijke uit die portfolio. En we starten met die van Cora. Om welk project gaat het en zou je dat willen introduceren? Ja. Nou, het gaat om het onderzoek naar PFAS en in het bijzonder de opdracht die een aantal trainees hebben gekregen om hiermee aan de slag te gaan. En je presenteert het als zijnde de Spetter van Cora. Nou, dank voor die benaming, maar uiteindelijk was het best moeilijk om vanuit de hele portfolio aan projecten die wij nu hebben binnen de afvalwatersystemen, met alle projecten rondom de energie- en grondstoffenfabriek, de waterkwaliteit en de energietransitie, om daar eentje eruit te halen. Dus ja. Het was wel moeilijk in die zin. Maar dit onderzoek sprong er voor mij uit omdat de thematiek met name heel actueel is. Hè. PFAS staat volop in de belangstelling. Niet alleen bij de waterbeheerders, maar ook bij tal van andere partijen. En het leuke van dit onderzoek is dat we daar met die trainees mee aan de gang zijn gegaan. Vier trainees die hebben gedurende vier maanden zijn ze in de thematiek gedoken en hebben een mooie inzichten verkregen. Dus ik vond dat wel even de moeite waard om het podium te geven binnen dit afvalwatersymposium. Heel goed. Laten we gaan kijken naar een kort filmpje over dit project. Ja. Het zit zowel in je shampoo die je gebruikt, of in ieder geval in veel soorten shampoos, maar ook make-up producten, in je wasmiddel, vaatwasser, maar ook je wasmachine voor je kleding. Eigenlijk alles wat waterafstotend is, of waar zo'n vetlaagje op zit, antivet, dat bevat eigenlijk PFAS. Dan gaan we naar de laatste presentatie in deze ronde. En Koen, geef ik jou het woord? We zien daar natuurlijk meerdere mensen. We zien jullie in de verte. Ik ben Koen van Gijn. We zijn hier op de Wageningen Universiteit, waar ik ook werk. Ik doe hier onderzoek naar microverontreinigingen in afvalwater. En we zijn hier nu eigenlijk om een andere reden. Namelijk dat we voor het traineeship een onderzoek hebben gedaan naar PFAS in afvalwater. De watertrainees hebben twee dingen gedaan. Ze hebben allereerst in de literatuur gekeken wat er bekend is over de bronnen van PFAS, over het gedrag van PFAS in afvalwaterzuivering en over precursors van PFAS. En daarnaast hebben ze een aantal meetcampagnes de gegevens van bekeken. Allereerst onze STOA-studie en ook een Duitse meetcampagne. Er zijn een heleboel zorgwekkende dingen over PFAS, maar wat voor mij wel echt het meest bijzondere was dat die toenames die je ziet in de zuivering, dat die dus echt zo groot kunnen zijn. Vanuit mijn achtergrond als onderzoeker ben ik gewend om, je ziet een toename in een stofje, dat is vast een meetfout. En dan heb je het altijd over toenames van 5%, laten we zeggen. En hier hebben we het dus over toenames van 1000%. Compleet andere orde van grootte en echt heel erg schokkend om dat te leren zo. Ja. Wat ik interessant vind is dat er vanuit de waterschappen heel veel interesse is om ermee aan de slag te gaan, maar dat eigenlijk niemand echt weet waar je zou moeten beginnen of hoe je dat dan zou aan moeten pakken. Ik hoop dat ons onderzoek daar toch wel
een bijdrage aan gaat leveren. Dat we echt ermee aan de slag kunnen en kunnen gaan doorpakken. En dat er ook echt beleid komt. Ik vond het ook nog wel leuk om te noemen. We gaan proberen om ook ons rapport te publiceren als een SOA-rapport. Ja. Dus dat lijkt me ook wel heel gaaf. Gaaf, ja. Het lijkt mij heel interessant om dit project te doen, sowieso. Het is pionieren misschien, maar ook met deze jonge honden zou je kunnen zeggen. Hoe was het om met hen te werken? Nou, heel erg leuk, want ze waren heel enthousiast. En dat slaat dan natuurlijk over ook. Ja. Ze zijn 1 dag in de week bezig geweest met dit project, naast hun gewone werk. Zo werkt het Water Traineeship. Persoonlijk leek mij dat erg ingewikkeld om je dan om te moeten schakelen, maar dat hebben ze heel goed gedaan. Goede afspraken gemaakt en ze hebben ook ontzettend veel informatie boven weten te krijgen. We hadden ze gevraagd om specifiek naar precursors van PFAS te kijken, omdat er aanwijzingen zijn dat die toch belangrijker zijn en meer aandacht verdienen dan dat ze nu krijgen. Precursors van PFAS zijn PFAS is een hele grote groep van gefluoreerde verbindingen. En precursors is een bepaalde groep daarin. En normaal zijn PFAS stabiel. Maar die precursors die kunnen afbreken tot stabiele PFAS. En die precursors worden bijvoorbeeld gebruikt in blusschuim of in papierindustrie en nog een heleboel andere toepassingen. Ja. Ze hebben daar specifiek naar gekeken. En wat ook in het filmpje naar voren kwam, we vinden soms in waterzuiveringen dat er meer PFAS uitkomt dan dat erin gaat. Ja. De precursors zijn daarvoor een verklaring. Dus daarmee echt een heel relevant resultaat eigenlijk, dat daar in die zuivering een proces plaatsvindt wat je eigenlijk helemaal niet wil. Ja, dat klopt. Waar we tot op heden nog niet zoveel zicht op hadden. En zij hebben daar een belangrijke eerste stap in gezet om daar informatie over te verzamelen. Ja. En we gaan kijken of we dat verder kunnen oppakken. Oké. En moeten we dan ons zorgen gaan maken? Nou ja, PFAS vinden we overal. Ze zijn mobiel, ze breken slecht af en ze hebben effecten. Dus dat is wel een stofgroep waar je waarbij alle alarmbelletjes gaan rinkelen. Ja, zeker als je hoort factor 1000 omhoog. Ja. Dat is. Ja, dat hebben we in Nederland nog niet gezien. Dat komt uit de literatuur. Okay. Hangt natuurlijk ook heel erg vanaf wat voor een bron ervoor zit. Ja. We zien wel af en toe hoge concentraties. Er zijn een heleboel verschillende bronnen. Die hebben we nog niet allemaal goed in beeld, een aantal wel. Okay. Er wordt ook op dit moment lopen de verschillende bronnenonderzoeken. Die zijn gebundeld ook. Er wordt regelmatig overlegd met alle mensen die met bronnenonderzoeken bezig zijn. En zo wordt langzaam gekeken van wat komt waar vandaan. Alle verschillende routes worden in beeld gebracht. Rioolwaterzuiveringen zijn er daar één van. En daar loopt een groot STOA-project ook naar. Dat wordt momenteel allemaal uitgewerkt. Het is een grote meetcampagne geweest. Want wat zouden, want Cora noemde, de STOA-onderzoeken zijn voor, door en met de waterschappen. Wat kunnen de waterschappen nou met de resultaten van dit onderzoek wat we hier hebben gezien? Nou, sowieso weten we na afloop van dit onderzoek meer wat het belang van de route via rioolwaterzuivering is. En het biedt ook aanknopingspunten om verder te gaan kijken van waar komen de PFAS in het influent vandaan. Ja. Dus verder stroomopwaarts in de riool. Dus nog niet direct in de actie, maar met name het verdiepende onderzoek om uit te pluizen waar zit het en hoe werkt dat dan precies? Dat en ook om een beeld te krijgen van hoeveel komt er dan binnen in de rioolwaterzuivering, hoeveel gaat er weer uit en wat gaat er met het slip weer uit. En ik denk dat we ook heel veel geleerd hebben over het meten. Ja, zeker. Hoe meet je, welke meetmethodes, zowel in influent, effluent als slip. Dat was nog best wel een hele uitdagende klus om dat op een goede manier in beeld te krijgen. Dus ik denk dat er waterschappen hier, misschien niet direct, maar wel heel veel kennis hebben met z'n allen hiermee vergaard.
Ja. Is dat dan ook wat jou betreft de grote waarde die uit dit onderzoek naar voren komt? Het traineeship denk ik dat dat een heel belangrijke basis biedt voor ook de interpretatie die we gaan doen op basis van het meetonderzoek. Ja. En de gewone samenwerking tussen de jonge honden, zoals jij dat noemde, met de reguliere onderzoeken die we doen. Nou, ik vond dat wel een hele leuke wisselwerking. Dus zeker voor herhaling vatbaar. Dankjewel Anja. Jij gaat met de chat verder. Volgens mij waren er al wat vragen, die kunnen misschien beantwoord worden. Ik begreep, Legionella is het onderwerp wat ook al langskwam. Die komt vandaag niet aan bod, maar er zijn heel veel andere onderwerpen die wel aan bod komen. Zo gaan wij ons gesprek vervolgen, want PFAS is een van die groepen die we er eigenlijk niet in willen hebben. Medicijnresten en microfrontreinigingen is eigenlijk de koepel waar het daarom gaat. En in de studio aanwezig, welkom, kom erbij zou ik zeggen, Michael Bentvelsen, senior beleidsadviseur bij de Unie van Waterschappen. Hij gaat ons meenemen vandaag in deze verbinding in de waterketen. Een groot thema waar veel onderzoek op plaatsvindt. En hij neemt ons mee in zijn verhaal en daarna gaan we ook het gesprek daarover voeren van wat betekent dit grote onderwerp nu en wat levert dat dan inzichten op? Micha, welkom. Ja, nou, dankjewel dat ik hier mag zijn. Blij dat ik erbij kan zijn. En leuk om jullie ook weer eens live te zien op deze manier. Mij is gevraagd om iets te vertellen over micro's en wat er allemaal bij komt kijken. En ja, daar gebeurt zo ontzettend veel dat ik alleen maar een paar dingen er even uit kan halen. Want ik kan niet compleet zijn in die paar minuten die ik heb. En ik wil ook eindigen. Dat is wel interessant, denk ik, ook met het thema dat gestapelde opgave. Want ook in Europa, op het gebied van Europese wetgeving, gebeurt het een en ander. En daar komen ook wel een paar gestapelde opgaves op ons af. Dus daar wil ik mee eindigen. Okay. Ja, eigenlijk micro's. Er zijn natuurlijk heel veel groepen microverontreinigingen. Variërend van inderdaad van medicijnresten. De PFAS is al genoemd. Je kunt ook denken aan nanodeeltjes, microplastics. Maar ja, er zijn uiteindelijk honderdduizenden stoffen in het milieu. En ja, als ze iets van effect hebben, dan kun je ze micro's noemen. Ik wil eigenlijk even inzoomen op de aanpak medicijnresten. Voor heel veel mensen in het publiek is dat misschien wel bekend, dat we daar al een aantal jaren een goedlopend programma hebben. We hebben een aantal jaren geleden als VEB in een Unie, hebben we eigenlijk via een brief aan het ministerie van Infrastructuur en Water gevraagd van, we willen graag een integrale aanpak voor medicijnresten, want er gebeurt zoveel op dat vlak en daar moeten we echt goed naar kijken. En we hebben gezegd, daar moeten drie elementen in zitten. Het ene is goed kijken, wat is nou eigenlijk de impact? Want op dat moment wisten we eigenlijk nog heel weinig van wat er nou met die medicijnresten eigenlijk aan de hand was. Ze werden wel gemeten, maar wat betekent het eigenlijk voor de ecologie? Daar wisten we op dat moment nog weinig van. Er waren wel wat signalen, zoals het LOES-onderzoek van de STOA bijvoorbeeld. Het tweede element was dat we hebben gezegd van we willen zeker goed kijken naar wat is er mogelijk aan bronaanpak of eigenlijk die hele ketenaanpak. Iedereen die betrokken is bij medicijnresten die moet wat ons betreft zijn beste beentje voorzetten om die emissies en het voorkomend milieu te reduceren. En de derde poot is dat we hebben gezegd van wij willen ook zelf kijken als waterschappen wat kunnen we op de RWZT's doen om die medicijnresten te verwijderen. Maar die drie eenheid die is nog steeds heel erg relevant. En dat loopt nu ook al een aantal jaren. Dus op al die punten, daar loopt nu ook mooi onderzoek. Heel veel door de STOA, maar ook door andere partijen. En het ministerie heeft dat, vind ik, heel mooi opgepakt. Er is ook een behoorlijk subsidiebedrag bijvoorbeeld voor die demonstratieprojecten voor de RWZT's. Daar lopen de komende jaar worden, als het goed is, 14 demoprojecten opgestart. En daar zit ook heel belangrijk bij een onderdeel meten en monitoring en ook effectbepaling. En bijvoorbeeld die ecologische effectbeoordeling die ook door de STOA gecoacht wordt en begeleid wordt, die ontwikkeling, die zit er ook heel mooi in. Zodat we beter kunnen weten dat als er zometeen mogelijk besloten wordt of we wel of niet moeten gaan investeren, waarom we het dan doen en wat het resultaat daarvan is. Nou, dat is rond medicijnresten. Ook op die andere onderwerpen, zoals microplastics, daar loopt ook heel veel. Antibiotica-resistentie is jaarlijks onderzoek en daar wordt jaarlijks geëvalueerd van wat betekent dat. Daar wil ik allemaal eigenlijk niet op ingaan. Over PFAS wil ik nog wel wat zeggen, want dat is juist aan de andere kant van het spectrum waarvan wij zeggen als Unie van ja, dat stofje is zo vervelend, het is persistent, het is
heel moeilijk af te breken en je komt het overal tegen. En eigenlijk zou je voor die stof in ieder geval vooral moeten kijken naar die bronaanpak. En gelukkig wordt dat ook Europees opgepakt. Er is een traject dat, dat erop stuurt dat via REACH het toepassingenbereik van PFAS drastisch gereduceerd wordt. Alleen maar tot de meest essentiële toepassingen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. En dat op die manier we eigenlijk niet over hoeven te gaan tot het zuiveren van PFAS. Want dat is nog heel erg moeilijk, heel erg lastig. En dat we gewoon, en het zit ook in de lucht, het zit in de bodem. Dus je wil het eigenlijk gewoon niet hebben. Dus dat is de andere kant van het spoor. Het virus, ik wou nog iets zeggen over de medicijnresten. Want eigenlijk is er toch een virusspoor bijgekomen. En dat is eventueel de financiering. En dat is wel een interessante ontwikkeling. Want ook in Europa, maar ook in Nederland, wordt er steeds meer gekeken ook naar een soort cofinanciering. Want die extra zuivering, als we dat moeten gaan doen, dat betekent toch wat extra kosten. En wat wij eigenlijk vragen is of het niet mogelijk is dat de producenten van de stof wat meer betrokken worden bij de financiering van oplossingen van het probleem. En het kan zijn financiering van onderzoek, maar het kan ook zelfs zover gaan dat er bijvoorbeeld een fonds komt, dat er bijvoorbeeld vanuit de industrie een fonds gevormd wordt waarmee investeringen op de RWZT's om specifieke stofgroepen te verwijderen betaald wordt. Nou, dan ben ik eigenlijk ook al bij Europa beland en dat wou ik nog als laatste wou ik dat even meegeven, want op dit moment speelt er ook in Europees verband, wordt er ook naar al deze stoffen gekeken. We zien dat de Europese Commissie ontzettend ambitieus is. Vorige week is het Zero Pollution Action Program is gepubliceerd en de Commissie is, en dat is denk ik voor ons publiek vandaag ook heel erg belangrijk, bezig met de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. En daar komen al die gestapelde opgaven, komen daarin terug. Want de commissie heeft iets van 20 beleidsvelden benoemd. En dat varieert, ik noem er maar een paar, maar reduceren van overstorten. Voor jou denk ik relevant, Ton. Maar ook verdergaande zuivering van stikstof en fosfaat. Verwijdering van micro's. Het kleiner maken van de energie, de energiefootprint van de RWZT's. Dus het mogelijk verwijderen van methaan- en lachgasemissies en het energie terugwinnen. Maar ook misschien terugwinnen van fosfaat, dus circulaire opgaves. Dus al die opgaves, daar wordt op dit moment door de Europese Commissie naar gekeken. En de verwachting is dat begin 2022 er een voorstel ligt en dan wordt er gekeken op welke van die onderwerpen er allemaal iets moet gaan gebeuren. En we weten natuurlijk niet of het allemaal eruit gaat komen, maar het zou goed kunnen dat als al die onderwerpen toch wat moet gebeuren, dan ligt er denk ik, specifiek voor de zuiveringsbeheerder, maar ook voor de rioolbeheerder, ligt er een behoorlijke opgave. En nou, dat wou ik eigenlijk hier even bijhouden, denk ik. Ik kan nog veel meer vertellen, maar zijn misschien vragen. Blijf staan, want we gaan dat gesprek vervolgen. Maar je doet eigenlijk een toelichting op een onderwerp. Maar er gaat een heel boekwerk open van allemaal ambities die daar weer tussen zitten en verbindingen. Je geeft ze eigenlijk al aan richting de waterketen, richting de riolering. En een enorme stapeling van ook samenwerkingsopgaven. Zijn we nou met elkaar niet zo slim dat er gewoon één actie gevoerd kan worden om dit euvel van medicijnresten en microverontreinigingen op te lossen? Moeten we dit hele boek door, zou ik bijna willen zeggen. Bert? Ja, dat moeten we kennelijk. Want we zijn maar moeten we naar die ene oplossing zoeken? Nee, ik denk niet dat er één oplossing is. Er zijn medicijnen worden gebruikt en je ziet ook al. Dus er is afval en dat moeten we op de een of andere manier een goede baan in goede banen weten te leiden. En zeker voor medicijnresten is en blijft die RWZT misschien vervelend dat het eindpunt is, maar wel een handig aangrijpingspunt. Je ziet wel bij de soms wat verschuivingen in de cretologie, gaat van medicijnresten naar microverontreinigingen. En dan wordt het een beetje eng en diffuus, want medicijnresten en microverontreinigingen zijn echt soms hele andere dingen. Dat zie je bij PFAS. Het is de vraag, ik heb er ook het antwoord niet op, of de RWZT het handige aangrijpingspunt is om PFAS in oppervlaktewater te reduceren. Het is zeker een aangrijpingspunt, daar komt het nodige langs. Maar het zit in de lucht. Als blusgang direct in de sloot gaat, verzin het maar, heeft die RWZT daar niks mee te maken. Dus pas op,
Met al die opgaven hebben verschillende knoppen waar je aan kan draaien. En gooi die niet al te makkelijk op één hoop. Ja, want een van die knoppen die Michal noemde is die overstort, Ton. Ja, kijk, het zoomt natuurlijk al langer een beetje door beleid heen. Dat we als maatschappij steeds minder accepteren dat er verontreiniging in het milieu komt. Op zich is dat heel begrijpelijk en kun je niet anders dan daarachter staan. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon zo dat we graag heel veel dingen willen op deze wereld. En dat brengt gewoon verontreinigingen met zich mee. Dus een helemaal schone wereld zullen we nooit krijgen. En in die zin is denk ik juist ook bij die gestapelde opgaven ook wel belangrijk om te kijken van wat vinden we nou het belangrijkste. Uiteindelijk zul je ook keuzes moeten maken van ja, hoe ver kan economische groei nog gaan of in hoeverre beïnvloeden we misschien ook de gezondheid weer op negatief op een andere manier. Overstoten zijn er niet voor niks, overstoten zijn er om juist te voorkomen dat ziektemakende stoffen, ziekteverwekkers in een stedelijk gebied, hè, in de woonomgeving blijven. Ja. Dus dat is zeg maar altijd wordt afgevoerd, ook als de riolering tekort schiet. Het is natuurlijk wel een uitdaging om misschien eens een discussie te starten. Is het mogelijk om een absoluut stelsel te maken zonder overstorten en ook zonder foutaansluitingen? Dat is natuurlijk ook een belangrijke bron, denk ik, van nu wat er heel veel zo het milieu indruppelt vanuit de huishoudens. Ja. Dat we toch een soort stelsel kunnen bedenken als een game changer. Misschien dat zo'n Europese richtlijn daar ook een impuls aan kan geven om misschien toch iets nieuws te bedenken. Ja, en maar dan zullen we wel keuzes moeten maken. Want dan is die financiële kant die Michal inbrengt natuurlijk ook belangrijk. Zo'n absoluut stelsel heeft natuurlijk een ander financieel kader dan het huidige. Ja, het punt is natuurlijk dat je op het moment als je dat snel wil, dan zul je je assets, de vele miljarden die nu onder de grond liggen, versneld moeten afschrijven en waarschijnlijk een andere investering moeten plegen. Ja. Dus dat hangt wel een prijskaartje aan. Maar technisch is het denk ik wel haalbaar. Ja. De vraag is wat we willen. Ja, Cora, jij noemde het net in de introductie al. Eigenlijk op de fabriek gebeurt ook een heleboel. Hè? In de zuivering, in de afvalwatersystemen. Zit daar een belangrijke sleutel om ook hierin bij te dragen? Zitten daar innovaties aan te komen waarvan we denken, nou, dat gaat echt wezenlijk bijdragen? Nou, we hebben, Michal die zei het net al, er is een demonstratieprogramma, maar naast het demonstratieprogramma hebben we ook een innovatieprogramma, ook samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En daarin gaan we juist op zoek naar nieuwe technologie die kostentechnisch kunnen goed mee kunnen doen, maar ook qua energie en grondstoffengebruik ook een bijdrage leveren. Dus ja, we zijn met z'n allen wel op zoek naar nieuwe technologie die beter en goedkoper is. Ja. En waarbij we toch wel die gewenste kwaliteit kunnen halen. En dat is, dat is best een uitdagend programma voor de komende jaren. Ja, en dus een samenwerking, hè? Je noemde ook al VWIN, de drinkwatersector, STOA, Rionet, Europa. Hoe doen de gemeenten en waterschappen hierin mee? Ik denk heel actief. En ik ben ook blij dat ik dit kan gebruiken om ze nog actiever te maken misschien. Maar we weten ja, maar wat is jouw oproep dan? Wat ik al zei, hè, wat ik besloot met die Europese richtlijn, er komt best wel veel op ons af. En ik denk dat we kunnen bijdragen. Dus we hebben het Europese beleid, dat is niet iets wat daar ergens in de lucht gebeurt. Daar kunnen we zelf in bijdragen. Dus ik organiseer ook de waterschappen om een zinvolle bijdrage te leveren, informatie te leveren van wat is haalbaar, wat niet. Ja. En dat gebeurt gelukkig ook bottom-up. Hè. Dus heel veel waterschappen zijn met al die thema's die we noemen. Heel veel waterschappen zijn nu al bezig met allerlei hele leuke projecten. Soms in STOA-verband, maar ook soms gewoon vanuit zichzelf. En dat is hartstikke mooi. En als we dat kunnen aftappen, dan denk ik dat we tot mooie nationale of Europese beleidslijnen kunnen komen, zeg maar. Ja, super. Ik check even bij jullie deelnemers of hoe het in de chat gaat. Anja, heb jij een vraag voor ons? Dus een vraag aan Tom. Of een absoluut stelsel haalbaar is. Technisch wel, maar of het ook maatschappelijk economisch haalbaar is. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat op het moment dat je, net zoals Michal voorstelt, producenten ook gaan betrekken bij de bekostiging
van het zorgen, zeg maar weer het opruimen van de restproducten, dan kun je misschien ook wel andere financieringsmodellen komen. En ik heb geen idee wat een absoluut stelsel zou moeten kosten aan investering. Ik denk dat het om miljarden gaat als je dat binnen enkele jaren wil realiseren. Dus dat is sowieso iets wat je over tientallen jaren, denk ik, moet gaan realiseren. Maar het zou wel een stip op de horizon een idee kunnen zijn van, kunnen we daar naartoe werken? En kunnen we werk wat we toch al doen op een andere manier invullen, zodat we wel zeg maar de goede kant op gaan die we met z'n allen willen? Want in één keer ombouwen is inderdaad totaal niet financieel haalbaar en ook niet uitvoerbaar. Want ja, er ligt natuurlijk aan 100.000 kilometer riolering in Nederland. Dat heb je niet in een paar jaar vervangen. Ja. En los van de financiële consequenties, het is een breder maatschappelijk verhaal. Je zult er de mensen voor moeten hebben die het kunnen beheren. Je moet de politieke wil hebben om... En foutaansluitingen kunnen we nu ook opsporen. Maar we moeten het wel willen en doen. Ja. En er vervolgens actie op ondernemen. Ja. Dus het is echt een breder verhaal dan alleen maar even een investering. Helder. Michael, dank je wel. Wat ik zelf interessant vind, als ik mag... Ja, ga je gaan. Ik begrijp dat in België bijvoorbeeld er een soort wet is dat je je tuin niet meer mag betegelen. En volgens mij is dat al een heel mooi begin, zeg maar. Want ik zie nog steeds in mijn omgeving dat steeds meer mensen gewoon hun tuin helemaal volplempen. Maar dus los van dat je in de grond al je pijpen gaat vervangen, kun je op die manier toch al wat stappen zetten misschien. Ja. En over, ik denk dat is weer een heel ander ook weer thema wat misschien daaraan opgestapeld kan worden. De klimaatverandering of het ontharden van tuinen en openbare ruimte. Voor die medicijnresten en microverontreiniging gaan we met het hele palet aan acties en onderzoek, innovaties, pilots de goede kant op? Ik denk het wel, omdat we steeds meer weten. Hè? Ja. Maar we zien toch wel dat er verschillende lijnen zijn. Want ik krijg ook signalen van waterschappen die bijvoorbeeld toxiciteitstesten doen. En die zeggen van dat effluent van ons, dat is helemaal niet zo vies. Dat valt eigenlijk reuze mee. Hè? Als je het vergelijkt met oppervlaktewater, dan is het verschil helemaal niet zo groot. Andere waterschappen die gaan al wel wat verder. Die zeggen, we vinden toch dat die beek is bijna puur effluent. Daar willen we toch een extra zuiveringsinvestering doen. Dus ik denk wel dat we de goede kant op gaan. En zelf vind ik het ook wel mooi dat, laat ik zo zeggen, ik hoop dat we de resultaten van de komende 2 jaar, die demoprojecten en al dat onderzoek dat erbij komt, dat we dat gebruiken. Want ik vind het nu eigenlijk nog een beetje te vroeg om al te zeggen, we moeten allemaal dit doen of allemaal dat doen. Laten we eerst maar eens goed kijken wat er uitkomt. Ja. Dankjewel Michael voor deze bijdrage. Wij gaan door met een volgende spetter. De spetter is in dit geval van Ton. En we gaan het hebben over professioneel persleidingenbeheer met data op orde. Nou, als je dat dan vertelt of in de huiskamer vertelt, dan klinkt dat niet direct heel spetterend in de oren. Waarom heb je nou voor dit onderwerp gekozen? Ik ben er door gevraagd door de doelgroep, zoals wij altijd vraaggestuurd werken. Het is denk ik 1 jaar of 6 geleden dat Waternet een risicoanalyse heeft gedaan, waarbij ze de vraag stelden van waar zou nu het bestuur of de directie van Waternet wakker van moeten liggen. En dan hebben ze gekeken welke onderdelen in de afvalwaterketen hebben nu eigenlijk het grootste risico. En dan kwam uit dat de persleidingen, zeg maar het transportsysteem van het vrijverval-inzaamgedeelte transporterend naar de zuivering, dat eigenlijk het grootste risico met zich meebracht. En het is ook, ik vind het zelf interessant, omdat het ook zeg maar juist de verbinding vormt tussen gemeenten en waterschappen. En in die zin zeg maar ook die partijen met elkaar kan verbinden om van elkaar ook het methodieke te leren. Want die persleiding is vaak de schakel in het systeem tussen het rioolstelsel en de waterzuivering. Hè? Dus tussen het inzamelgedeelte van het afvalwater en het regenwater en naar de zuivering die zeg maar in de jaren 70 vorige eeuw op centrale plekken zijn neergezet en daar moest het afvalwater dan wel naartoe. En veel van die persleidingen zijn inmiddels zo'n 40, 50 jaar oud. Hè. Die naderen hun ontwerpleeftijd. En we zien ook dat het aantal incidenten begint toe te nemen. Nu we de afgelopen jaren dat is bij elkaar zijn gaan voegen van de verschillende waterschappen, zien we dat het van ongeveer 100 per jaar nu al gegroeid is naar 200 per jaar. Hè. En de vraag begint zich op te dringen. Wordt dat steeds meer en wordt het steeds erger? En hebben we eigenlijk wel die persleiding voldoende in beeld? Weten we het wel? Heel relevant dus eigenlijk. We gaan kijken naar een korte introductie, een klein filmpje.
2,5 jaar geleden zijn we gestart met de werkgroep persleidingen om zeg maar weer in controle te komen met het beheer van de slagaders voor het afvalwatersysteem. Ja, mensen begonnen zich toch wel een beetje zorgen te maken. Er ligt voor een hoop geld onder de grond en we weten eigenlijk niet zo goed hoe lang dat nog meegaat. Uiteindelijk is natuurlijk het plaatje dat gewoon elke beheerder zijn data open heeft staan. En als je data wil hebben, dan haal je die bij de beheerder op en verzamel je dat. En dan heb je een mooi overzicht. Data over ligging, data over conditie. Gecombineerd met data van de omgeving. Daarmee kunnen we modellen vullen, bijvoorbeeld een restlevensduurmodel. Of een verouderingsmodel misschien eerder nog. En met die modellen kunnen we ook weer kennis genereren. En zo kan het persleidingenbeheer informatieplatform een drager worden voor zowel data, modellen als ook kennis. Kortom, we kunnen beginnen met asset management en we kunnen ook vooral blijven leren door data met elkaar te blijven delen. Spetterend gezicht. Wanneer verwacht je de volgende breuk, Tom? Ja, precies is dat natuurlijk nooit te voorspellen. Waar en wanneer. Als dat zou kunnen, dat zou heel mooi zijn. Maar het gaat er denk ik wel om dat we instrumenten ontwikkelen waarmee de persleidingbeheerders in ieder geval beeld kunnen krijgen van waar zitten de zwakke schakels, waar zitten de slechte stukken, zodat ze daardoor energie op kunnen zetten om dat verder te onderzoeken. En je ziet ook dat zeg maar, die risicogestuurde benadering heel erg van toepassing is. Want ja, dus 13.000 kilometer persleiding, dat kun je niet allemaal gaan inspecteren. Dus het is vaak begin met een kaart gewoon te kijken van waar zou ik dan liever niet willen dat die kapot gaat. En daar aanleiding was ook dat de impact groot is hè, van zo'n breuk, omdat daar veel druk op staat. En dus eigenlijk belangrijk, hoe 13.000 kilometer klinkt ook mega. Hoe groot is dat percentage van persleidingen nou op de totale assets, alle spullen van die dat afvalwater? Als je daar financieel naar kijkt, dan is de riolering is ongeveer 100 miljard aan vervangingswaarde. Ja. En volgens mij de zuiveringen ongeveer een vergelijkbaar getal. Ja. En die persleidingen, dat is in financiële zin misschien niet zoveel. Het zal iets van 4-5 miljard aan vervangingswaarde zijn. Maar wat je wel ziet, zeg maar, de impact is kan behoorlijk groot zijn. Als een persleiding springt, dan heb je ongeveer nog een dag. Dan zijn de rioolstelsels vol die erachter zitten. En dan moet je wat met het afvalwater. Dan gaat het of allemaal het oppervlaktewater in, of je moet met een hele kolonne aan tankwagens gaan rijden om het van de gemeente naar de zuivering te brengen. En los dan of natuurlijk van de verontreiniging die al plaatsvindt bij de breuk zelf. Vorig jaar is er een beek in het oosten van het land behoorlijk verontreinigd. En dat heeft ook tot een schade geleid van tonnen groot. Ja. Dus het is denk ik wel belangrijk om inderdaad beter in beeld te krijgen wat de conditie van die persleiding is. Ja, nou ben je gestart met een paar mensen die hier het belang van inzagen. En inmiddels is het een enorm programma waar je eigenlijk heel wat gemeenten en waterschappen in mee hebt gekregen. Hoe is dat zo voor elkaar gekomen? Ik denk dat er een gemeenschappelijk gevoel van urgentie is. Daar begint het natuurlijk altijd mee. Iedereen kreeg wel in de gaten van, we weten er eigenlijk te weinig van. En er zijn ook geen goede technieken beschikbaar om dat wel goed in beeld te krijgen. Dus we moeten met elkaar iets gaan ontwikkelen, zodat we weer in controle komen met die persleidingen. Dat we ons niet meer ongerust voelen van, gaat er straks helemaal mis? Of krijgen we voldoende informatie om het gewoon weer planmatig uit te kunnen voeren? En ik denk, inderdaad, die groep die gestart is, die hebben de data bij elkaar gelegd. En dat was succesvol. Dus, we krijgen allerlei inzichten door die we van tevoren nog niet wisten dat ze bestonden. Dus met die resultaten kunnen steeds meer mensen ook direct aan de slag eigenlijk. En, ja. Mooi. Stichting Rionet kent nog veel meer onderzoek en innovatie. Waarom sprong deze er nou voor jou uit als icoon? Ik vind dat dit interessant is omdat het was toch een beetje een maagdelijk terrein. Dus je kon
zeg maar echt helemaal van begin af aan opbouwen. En dus wel qua methodiek ontwikkeling, een soort stappenplan, maar ook ontwikkeling van techniek. Dus met camera's of andere inspectieapparaten die door die leidingen gaan. Het is data science zit daarbij, het is heel veelzijdig, alle aspecten komen erbij. En ja, dat is gewoon interessant. En, ja. En omdat er nog veel laaghangend fruit te plukken was, hadden we al snel een mandje fruit dat interessant was om dan ook bij aan te schuiven. Super, ik check nog even bij in de chat. Zijn er nog vragen voor Ton? Of, ja, er is nog een vraag. Je noemde net dat er 200 incidenten per jaar waren. De vraag is of dat allemaal persleidingbreuken waren. Het zijn niet allemaal breuken. Het zijn wel allemaal incidenten met persleidingen. Het kan ook zijn, zeg maar, dat de afvoer of de klep dicht zit. Maar meestal betreft het toch wel, zeg maar, dat die kapot is. En persleidingen, ja. Ja, dus wel het segment persleidingen. Ja, landelijk 200 per jaar. Ja. Ik heb ook nog een vraag. In het buitenland, hoe regelen ze dat? Of lopen we echt helemaal voorop rondom dit thema? Ik weet dat ze in Duitsland hebben ze ook veel persleidingen wel. En ook in Engeland. En volgens mij zijn daar ook nog niet zoveel technieken beschikbaar om dat te inventariseren. We hebben wel heel veel over kunnen nemen vanuit de olie- en gasindustrie. Wat zeg maar ook vergelijkbaar is met lange lengtes aan pijpleidingen. Ja. En het grappige is juist ook dat bedrijven die dat soort apparaten voor de olie- en gasindustrie hebben ontwikkeld, het heel interessant vinden om in Nederland te kijken of ze die apparaten ook kunnen inzetten voor de waterindustrie. Want olie en gas is natuurlijk toch een beetje een eindigende tak van sport. En als ze zeggen van ja, in Nederland hebben we dit uitgeprobeerd en bewezen, dan kunnen we het in de rest van de wereld ook goed verkopen. Ja, het zou me bijna de vraag doen stellen, wordt de persleiding in Nederland al gehackt, zeg maar, als je die vergelijking met de olieleidingen maakt? Dus misschien ook wel de brug naar ons volgende onderwerp, maar, want data en informatie zijn eigenlijk het fundament om hier de boel op orde te brengen. Ja. En eigenlijk ook een steeds prominenter onderdeel van die afvalwaterketen. Data en informatie was ooit een beetje ver van het bed en misschien gewoon een soort onderbouwing op het bierveeltje van nou, zo gaat het ongeveer kosten. Je smijt net met de miljarden. Dus het zijn enorme getallen en de inzichten die we daarop doen rond de data en informatie en het gebruik daarvan wordt er steeds prominenter. Bert, voor jou ook een onderwerp wat jou veel bezighoudt. Ja. Zou jij eens kunnen ingaan waarom data en informatie nou zo essentieel is en waarom dat de afvalwaterketen ook uiteindelijk verbindt? Er komen een aantal dingen bij elkaar. Die bierveeltjes, A is dat niet waar en B krijg ik dan heel veel boze zuiveringscollega's op de mail van de telefoon. Maar het verschil met vroeger is dat juist die gestapelde opgave maakt dat je op verschillende manieren naar die data moet kijken. Het is niet meer wat komt er op de zuivering aan. Nee, wat komt er aan als het heel erg droog is? Of als we in een lockdown zitten en iedereen thuis werkt, snap ik dat dan? Ik dacht dat ik het snapte, maar ik krijg twee keer zoveel water voor mijn kiezen. Waar komt dat vandaan? En dus de opgave, de kosten, we moeten scherper aan de wind zeilen. En dat is een terechte vraag, maar daarvoor moet je beter weten wat je aan het doen bent. En de mogelijkheden, de technische mogelijkheden zijn er ook om dit te doen. AI, digital twin enzovoort. En dat is niet morgen voor elkaar, maar dat zijn echt wel zaken waar we naartoe werken en kunnen werken en zullen werken. Die juist het verschil in of je een waterfabriek of alleen maar afvalwater zuivert of na wil zuiveren voor microverontreinigingen, voor medicijnresten. Of je op een hele kleine beek loost, enzovoort, enzovoort. Maakt dat die verschillende contexten die dwingen je ertoe om naar die data te kijken, je data te begrijpen. Dieper, beter, zorgvuldiger, intensiever dan je dat voor een zuivering doet waar je NMP en BZV-verwijdering op pleegt. We willen meer, dus je hebt beter inzicht nodig. En zijn er dan specifieke projecten die alleen gaan over data en informatie? Of is het ook
eigenlijk onderdeel, wordt het onderdeel van elk project? Ja en ja. Het is, voor een deel is het afzonderlijk. Omdat we werken hier bijvoorbeeld in een groot programma afvalwaterprognose samen met HWH. En dan gaat het over hoe ga je om met data, hoe geef je die de juiste plek. CBL, Wilma, vraag me niet de decreten te verklaren. Dan dat zijn er al heel veel. Misschien even het Waterschapshuis. Waterschapshuis is de club die software ontwikkelt en beheert voor de waterschappen. En samen met STOA zijn jullie dol op afkortingen. Samen met STOA zijn we dol op afkortingen, maar proberen we ook de recepten te ontwikkelen bij de STOA en de kookboeken bij het waterschapshuis neer te leggen, zodat de waterschappen, de beheerders, die kunnen gebruiken. Oké, dus daar op data en informatie zit daar een hele intensieve verbinding, net zoals STOA Stichting Rionet, is die ook met het waterschapshuis. Ja. Je noemde net de digital twins of artificial intelligence, AI, kreten die ik niet op school heb geleerd. Voor jullie misschien ook niet, maar misschien is dat een andere opleiding geweest. Het is ook echt nieuwe kennis. Hoe maak je dat eigen? Ja, dat is dan denk ik juist het leuke van werken bij STOA en Rionet, dat je gewoon elke keer weer nieuwe onderwerpen op je bordje krijgt. En je kunt natuurlijk zelf heel veel daarover lezen op internet. Maar het is ook gewoon interessant om dan ook weer nieuwe deskundigen te vinden die daar je bij kunnen helpen en daarin mee kunnen nemen. Ik heb zelf in Delft gestudeerd, dat data science zit nu gewoon in het basispakket van de opleiding. Dus als je daar studenten daarover vraagt en over benadert, dan is dat voor hun een vanzelfsprekendheid. Ja. En ik denk ook dat het belang van die data is dat het is eigenlijk het fundament waarop we alle beslissingen zouden kunnen baseren. En het is ook juist zeg maar vaak de kracht, doordat je die data bij elkaar kunt brengen, maar dan moet je zeg maar wel een beetje dezelfde taal spreken om het bij elkaar te kunnen brengen. Dat juist door die massa van data kun je vaak veel meer dan wat je als beheerder alleen uit die data kunt halen. Ja. Dus ook wel belang, en dat is denk ik ook de andere taak van het waterschapshuis, het is niet alleen maar de software, het is ook juist het definiëren van data, zodat we met elkaar dezelfde taal spreken en zo ook makkelijker die data met elkaar, maar ook met andere aannemers, wetenschap, onderzoekers, steeds beter kunnen delen. Je ziet bijvoorbeeld rond hele simpele begrippen, DWA, droog weerafvoer, is er een hele discussie gaande. Is dat de 24 uur, 10 uur, 12 uur, zeg het maar. En het kan allemaal, er is niks dwingends aan, maar je moet wel eenduidig opschrijven wat je gemeten hebt, wat je hiermee bedoelt en ook wat je nodig hebt voor een bepaalde opgave die je wilt tackelen. Brengt dat fundament van data en informatie misschien ook de samenwerking in de keten uiteindelijk dichter bij elkaar? Ja, je ontwikkelt wel een gemeenschappelijke taal. Ja. En je begrijpt beter wat er ook met data gebeurt en welke beslissingen er ook op data genomen worden. Dus ik denk dat het wel nut en noodzaak ook is om elkaar beter te begrijpen. En dat is binnen de waterketen, maar ook met andere takken van sport, ICT en dergelijke. Jij zegt, wat maakt het nu van waarom, je bent er niet voor opgeleid, maar je hebt er wel mee te dealen. Ja. Nou, ik geloof wel dat je gewoon wel een brede belangstelling moet hebben en het willen weten hoe het op hoofdlijnen werkt. Je hoeft niet de deskundige te zijn bij STOA of bij Rionet, maar je moet er wel mee om kunnen gaan. Ja. En dat maakt het werk bij STOA. En denk ook bij Rionet zo leuk om daar werkzaam te zijn. Ja, en ik denk ook bij de waterschappen en gemeenten. Ik check even bij Anja of er ook over dit vraagstuk al. Er zijn nog geen. Hebben jullie oplossingen? Misschien mag het nog concreter worden. Hebben jullie al oplossingen of resultaten waar die waterschappen direct mee aan de slag kunnen? Nou ja, het verhaal. Ja, ja. Ja. Nou, althans, daar zijn we druk mee aan het werk. Ja. Dat zal je dadelijk ook in het filmpje zien. Samen met Waterschapshuis, en die zijn bezig met het DEEP-programma. Vraag me niet waar de DEEP-afkorting voor staat, maar daar zitten data scientists. Misschien dat even dan voor de chat. Wie kan ons helpen aan de afkorting DEEP? Dan horen we dat zo. Maar er zitten 10 data scientists, die zijn bij waterschappen gestationeerd. Ja. En die werken op onderdelen, zitten echt in die organisaties en proberen data science onderdeel van het beheer en van de ontwikkeling bij waterschappen te maken. En dit samen met klassiek
STOA-werk, bijvoorbeeld zo'n dwaas haaststudie die we 15 jaar geleden, waar we rapportjes over geschreven hebben, komt nu bij elkaar met de AI, Artificial Intelligence, vanuit die programma, samen met het Waterschapshuis, wordt er opnieuw naar die data gekeken. Hoe kun je met de nieuwe technieken van AI je sneller, beter de opgaven die op ons afkomen bedienen. En dat werkt. Dat is leuk. En een hele concrete is natuurlijk van hoe dimensioneren we nu dadelijk de nazuivering voor de microfrontreinigingen. Hè? En daar is het ontzettend belangrijk van welke stoffen wil je verwijderen, wat zijn de routes. En ook van wat zijn de afvalwaterprognoses en hoeveel wil je verwijderen. En hoe groot moet dan zo'n effluent nabehandeling zijn om uiteindelijk die doelen te behalen. En volgens mij is dat een heel mooi voorbeeld ook waar alles eigenlijk samenkomt. Zeker. Maar ook hoe groot moet de afvalwatertransportleiding zijn, de persleiding van Ton, zullen we maar even zeggen. Want dat lijkt heel triviaal, maar dat weten we toch wel. Nou, bijvoorbeeld voor industriële lozingen is dat vaak een black box. Er staat is wel een vergunning, maar lang niet iedere fabriek loost wat er in de vergunning staat. Soms maar de helft en soms nog minder. Ja, en het beïnvloedt elkaar ook. Hè. Dus als zeg maar het moment dat een persleiding te groot is en het water eigenlijk echt te vaak in stil blijft staan omdat er te weinig aanbod is, dan is zo'n leiding veel sneller aan het einde van zijn levensduur dan wanneer het gewoon lekker doorstroomt. En ook energetisch is het handiger om het in zijn ontwerpcapaciteit te laten. Misschien nog een heel ander onderwerp waar we het nog niet zo over gehad hebben, zeg maar qua klimaatontwikkeling. Zijn natuurlijk eigenlijk, vooral klassiek is het om zeg maar met hydraulische modellen te kijken wat de capaciteit van een gebied is. Maar je zou het ook om kunnen draaien door te kijken van waar zien we nu allerlei soorten meldingen, denk aan de P2000 meldingen, denk aan schadeclaims bij verzekeraars, denk aan social media meldingen. Door dat te combineren met neerslagdata en met terreindata, blijkt al dat je perspectief krijgt om ook langs die manier risicovolle plekken in Nederland in beeld te brengen, om daar je energie op te richten. Dan gaan we dat heel precies inventariseren. En dan kunnen onze hydraulische modellen veel effectiever ingezet worden. Dus ook die combinatie van juist klassiek rekenen en die artificial intelligence of machine learning modellen, die kunnen elkaar ook versterken en in die zin denk ik ook weer nieuwe inzichten opleveren. Ja. We gaan zo kijken naar jouw spetter, Bert. In ieder geval het project wat jij wil uitlichten heeft hier mee te maken in het verlengde van dit data- en informatievraagstuk. Wil jij ons mee of introduceren waar we dadelijk... We gaan naar twee ervaren heren kijken. Ja. Rien de Ridder van Zuiderzeeland en Wouter Stapel van RADAV. En allebei gepokt en gemazeld. En al jarenlang, ik had het net over dwaas haas. Wouter Stapel is een van de mensen die daarbij de goede genius geweest is. En die gewoon in zijn advieswerk al jarenlang waterschappen en gemeenten meeneemt in het wikken en wegen en het kantelen van die data. En vandaar Wouter Stapel. En Rien is een van de onderwerpen die voorbij zal komen, is discrepantie. Waar hij zich al jaren hard voor maakt om het beter, eenduidiger, helderder voor het voetlicht te krijgen. Het scheelt gewoon geld, het zorgt voor betere kwaliteit, zorgt dat die spullen op orde zijn. En goed betoog van beide heren. We gaan kijken naar deze film. Inzicht in wat er gebeurt in je afvalwaterketen, dat begint ook bij inzicht in die waterbalans. Dus niet alleen maar als totaalplaatje, maar hoe varieert dat over de dag? En als je die waterbalans kent, niet alleen momentaan, maar en ook niet alleen op jaarbasis, maar echt het verloop van die waterbalans over het jaar, dan kan je begrijpen hoe je systeem functioneert. En dan kan je ook kijken aan welke knoppen kan ik draaien om dat systeem efficiënter te laten functioneren. Rioolvreemd water is water wat je niet in je riool wil hebben, of waarvan je niet weet dat het in je riool komt. Dat kan grondwater zijn wat instroomt. Dat kan toch meer regenwater zijn dan verwacht. Het kan toch meer afvalwater zijn dan verwacht. Water wat je niet verwacht, dus is het rioolvreemd.
We maken op dit moment nu gebruik van een rekentool daar waar nu aan gewerkt wordt. En dat is een combinatie van reëel vreemd water met het onderwerp discrepantie. Maar die twee samen geven sowieso een hele mooie kijk in hoe het afvalwatersysteem functioneert. Van inzamelen, transport tot en met zuiveren binnen een zuiveringskring. Bij reëel vreemd water en discrepantie zijn het feitelijk twee knoppen. Het debiet wat er doorheen gaat en de vuillast. Maar we kunnen dat tegenwoordig met allerlei andere vormen van data als aantal inwoners, aantal bedrijven, energieverbruik mogelijk op een zuivering. Dat soort data kun je ook gebruiken om min of meer dezelfde sommetjes te maken en om daarmee vergelijkingen te maken en te checken of je reëel vreemd water en discrepantieanalyses wel kloppen. Ik heb nu ook wel ondertussen ervaren dat elk waterschap reëel vreemd water en discrepantie uitrekent. Maar ze rekenen het ook bijna allemaal net op een even andere manier uit. Terwijl ze natuurlijk allemaal reëel vreemd water en discrepantie noemen. En dan kan je samenkomen tot verstandiger handelen. Het zal wel even duren voordat we die blik breed genoeg kunnen automatiseren. Want kijk eens, we hebben riolering, gemalen, pisleidingen, zuiveringen, ontvangend oppervlaktewater. Maar ook die openbare ruimte waarvan alles in gebeurt. En wat allemaal met elkaar interacteert. En dat is nog even niet in één keer in een model te vangen. En dat inzicht in het totaalplaatje, daar met elkaar het juiste gesprek over voeren. Nou, dat is denk ik de mooie uitdaging voor de komende jaren. Een mooie introductie. Voor elk waterschap is het veel werk om elke keer maatwerk te leveren. STOA en de Stichting RioNet leveren vaak hapklare kennis. Maar wat vraagt het nou, Bert, om een omgeving te creëren waar die data en kennis nou goed samenkomen en bruikbaar zijn? Ik denk aan de ontvangende kant het bewustzijn dat het nuttig is, misschien wel noodzakelijk is, ik denk noodzakelijk is, om de opgave waarvoor we staan zo goed mogelijk te realiseren. Zo goed mogelijk te ontwerpen, zo goed mogelijk te beheren. En we verzamelen die data al een tijdje, want dat komt ook niet helemaal uit de lucht vallen. Z-info bestaat al jaren en jaren. Dat is het systeem voor riolerings- en zuiveringsgegevens. Voor zuiveringsbeheer. Dwaas noemde ik het net, droogweeranalyse systematiek. Droogweeraanvoeranalyse systematiek. En dan misschien direct even, want ik begreep dat in de chat staat de uitleg van de DEEP-afkorting. Dan hebben we alle afkortingen gehad. Anja, kun je ons vertellen daarover? Ja, dat staat voor Data Science Engineering Expert Program. Hartstikke goed. Okay. En er staat direct in de chat ook een link daarnaartoe, dus daar kun je meer over horen. Okay. De lol bij de verschillende opgaven waarvoor we staan, is dat die niet alleen maar van de rioleur is, niet alleen maar van de hydroloog, niet alleen maar van de stedenbouwer, van de zuiveringstechnoloog, maar van al die mensen samen. En ik vergeet nog 3 of 4 of 5 deskundigen die hierbij moeten zijn. En het zijn dus niet alleen maar jouw data, het zijn niet alleen maar jouw zuiveringsdata in enge zin, of niet alleen maar jouw rioleringsdata of jouw hemelwaterafvoerdata. Nee, het gaat om het ensemble. Dus je moet A, die gemeenschappelijke taal kunnen spreken, B, de interactie tussen die velden te pakken zien te krijgen. En dan zijn er ook nog, met al die nieuwe uitdagingen, ook voor de zuiveringsbeheerder, voor de rioleringsbeheerder, voor de stedenbouwer, ook nieuwe opgaven van wacht even, ho, begrijp ik wat er op mij afkomt? En daar zijn die data en die data-analyse en die informatiesystemen goede hulp. Ja, goede hulp of misschien wel een soort van fundament of bodemplaat, zou je kunnen zeggen. Ja. Die je eigenlijk altijd. Ja, en die is er al, die kunnen we morgen gebruiken, maar we kunnen hem ook morgen verbeteren met betere data, met data die beter voor jouw vraag geschikt zijn. Want iedere vraag heeft misschien wel net een andere manier van kijken naar die gegevens nodig. Maar we kunnen het morgen al gebruiken. En ook met z'n allen het morgen verbeteren door er je eigen data aan toe te voegen. Ja, en zo'n programma als DEEP maakt daar dan andere toepassingen, nieuwe inzichten in mogelijk? Ja, en zorgt vooral voor de doorwerking van zowel aan HWH, waterschapshuis, STOA kan, als bij de waterschappen en hopelijk ook, en dat zal bij de gemeente, dat er
Dit is nuttig, dit kunnen we gebruiken. Ja. En is niet spannend, of het is misschien wel spannend, maar niet eng en ook niet ingewikkeld. Nee, het heeft gewoon toegevoegde waarde, ja. Morgen al. Ja. Waarom is dit data-vraagstuk en eigenlijk de oplossingen daarbij voor jou nou de spetter? Waarom springt die eruit? Ten opzichte van een heel portfolio aan klimaat en circulair en micro's, en deze pak je eruit. Nee. Wat heel belangrijk is, waar we afgelopen jaar mee gestart zijn, vorig jaar mee gestart zijn, dit jaar vol aan de bak gegaan zijn, is die afvalwaterprognoses en nog een aantal zaken daaromheen. Zicht op elke druppel is een ander project. En dat is een samenwerkingsproject. STOA is al gewend om samen te werken, maar nu werken we echt breder. Alle waterschappen zijn daar aangehaakt, zijn allemaal enthousiast. Waterschapshuis en STOA werken hierbij samen. En het gaat deels over... helemaal niet over data, maar over de opgave. Als de RWCT in Delfland aangepakt moet worden, hoe kunnen we die opgave op een goede manier vormgeven? Maar het fundament wat bijna achter ieder van die vragen terugkomt, is inderdaad die datastructuur. Zorg dat die datapool of datastructuur of beide goed voor elkaar zijn, want dat is je vertrekpunt. Ja. Hoeveel hemelwater gaat er dan wel of niet naar de zuivering? Daar wordt van alles over gezegd, maar ga eraan meten. En ga meten als je aan het afkoppelen bent, wat voor effect dat heeft wel of niet. In plaats van dat ex cathedra af te kondigen. Die data zijn er, gebruik ze. Ja, helder. En je maakte eigenlijk al de aankondiging van iemand die hier al keurig in de studio zit te wachten. Het tafeltje is schoongemaakt, Mariska, kom erbij, welkom. We gaan naar de laatste verbinding in de waterketen van dit programma-onderdeel van het Afvalwaterketen Symposium. Aan tafel inmiddels Mariska Ronteltap, Delfland, senior procestechnoloog daar. We gaan het zo hebben over die zuivering, de grote lucht. Maar eerst even over jezelf misschien. Wat doe jij binnen Delfland? En misschien ook wel, hoe is het nou gekomen dat jij hier staat? Ja, dan moeten we Cora even heel goed aankijken. Ja, ik werk bij Delfland nu bijna 3 jaar. Ik ben daar senior procestechnoloog en kijk veel inzet infodata. Kijk mee wat er aan ontwikkelingen plaatsvindt. Kijk veel naar hoe kunnen we dat toepassen op de langere termijn. En wat er bij ons in de waterketen speelt. En hoe kunnen we dat oplossen voor nu, maar vooral voor in de toekomst. In die zin ben je een van die gebruikers van zeker. Die data en informatie waar we het net over hadden. En aanleveraars natuurlijk. Aanleveraars, ja, want ja, die bron of dat bronbestand, hè, die gegevens, die komen vanuit het waterschap. Vanuit de waterschappen, ja. En gemeentes in geval van gemeentelijke assets. Ja, zeker. Nou, en een van de dingen waar we nu voor staan is een van onze zuiveringen, de grote lucht, die is aan vervanging of renovatie toe. En dat is een vrij complex project met heel veel stakeholders, heel veel processen intern en extern. En ik zit ook in de programmacommissie van afvalwater bij Cora. Dus we hadden het daar eens over. We zijn altijd aan het kijken naar wat voor onderwerpen zijn er nog meer interessant om eens naar te kijken. De zuivering is afgeschreven en je bestelt een nieuwe. Ja, zo makkelijk werkt het dus niet. Maar om dat hele proces, ik kijk altijd. Het is ook leuk om af en toe even uit te zoomen van hoe gaat dit nou, dit proces? En wat leren we hier nou van voor andere dingen? Ja. En dat is ook leuk om in de programmacommissie te bespreken. Dus ik zei tegen Cora, moeten we daar niet eens naar kijken? Want we zijn vast niet het enige waterschap die hiervoor staan. En prompt zei ze, nou kom hier je verhaal vertellen. Ja, dus je had iets. Dan kunnen we eens kijken of daar nog meer spin-off uitkomt. Ja, ja. Ja, leuk. Want elke, Cora en Bert, jullie hebben allebei een programmacommissie waar je met regelmaat, zeg maar. Met vertegenwoordigers van de waterschappen en wat andere externe deskundigen. Die ons helpen om de juiste projecten neer te zetten. Ja. En de juiste dingen te doen. Want bij dat STOA. Maakt het ook voor, door en met ja, de waterschappen. Zeker. Ja. Ja, hartstikke goed. Ja. Leuk. En, ja, van het een komt het ander. Nu, zo sta, is je, het. Nu sta je hier. De vraag stellen is hem zelf ook weer inkoppen. Ja. Nou, wellicht krijg je heel veel bijval. Dat hoop ik. Wat je probleem herkent. Zeker. En dan kunnen we er samen mee aan de slag gaan. Ja. Ja. Ja, je noemde al, de grote lucht gaat moeten worden vervangen of gerenoveerd of iets. Er moet iets mee. Dat is precies de vraag. Ja. Juist. Zullen we kijken naar een dat filmpje om het doen, een beetje handen en voeten te geven? En dan gaan we daarover doorpraten. Hier komt een introductie van de grote lucht. Achter deze hekken staat afvalwaterzuiveringsinstallatie De Grote Lucht.
Het Hoogheemraadschap van Delfland maakt hier het afvalwater schoon van de mensen in Vlaardingen en de buurgemeente. Het Hoogheemraadschap van Delfland gebruikt in totaal 4 zuiveringen om afvalwater weer schoon te maken. De grote lucht is er daar één van, maar deze zuivering is oud en toe aan vernieuwing. Ja, een zuivering van 40 jaar oud, dan gaan we eens een keertje goed kijken van wat de staat daarvan is van zo'n zuivering. We hebben hem helemaal doorgelicht en we hebben gezien dat die aan of grootschalige renovatie of aan vervanging toe. Er steeds meer mensen komen wonen, dus op termijn gaat deze zuivering te klein zijn. En daarnaast wordt het ook steeds duurder om hem te blijven onderhouden naar de eisen die we stellen. En we hebben ook ambities op het vlak van duurzaamheid en circulariteit. En het is ook goed om te kijken of we hoe we aan die ambities kunnen blijven voldoen of nog een tandje bij kunnen doen. We gaan evalueren of we hem gaan renoveren of dat we nieuw gaan bouwen. Dan komt er heel veel op ons af. Dan moeten we echt naar een hele hoop facetten duidelijk en goed in beeld brengen. Dus wat kan je op de huidige plek, hoe kan je deze zuivering zo verbouwen, renoveren, dat hij straks weer doet wat hij moet doen en dan voor de komende decennia. En dat doen we ook voor de nieuwe locatie. We kijken naar een stuk nieuwbouw aan de overkant van de Maassluisdijk, dus ook wel vlakbij, zodat we wel alle aansluitingen zoveel mogelijk kunnen blijven gebruiken. En we hopen dat we eind van het jaar een heel duidelijk beeld hebben, zodat het uiteindelijk ons algemeen bestuur een besluit daarin kan nemen van gaan we renoveren of gaan we nieuwbouwen. Het streven is dat of de grootschalige renovatie of de nieuwbouw in 2028 wordt afgerond. Een megaproject en niet zomaar een vervanging zoals ik misschien net suggereerde, maar een enorme puzzel, een asset management vraagstuk. Het gaat over circulair, energie, duurzaamheid, alles stapelt daarbij bij elkaar op. Hoe pak je dat aan? Waar loop je tegenaan in die aanpak? Om het zo systematisch mogelijk aan te gaan en om ook te zorgen dat het behapbaar blijft, hebben we een project uitgestippeld wat heel erg in stukjes is gehakt. En dat houdt het voor jezelf ook, dat het doenbaar is in je hoofd. Want elke keer als je jezelf de vraag stelt van ja, zullen we grondstoffen terug gaan winnen? Dat is leuk, maar dan moeten we ook dit en dan moeten we ook dat. En je blijft steeds in, het probleem wordt steeds complexer. Dus om te zorgen dat je één probleem per keer kan aanvliegen, hebben we het heel erg in stukjes gehakt. Dus de eerste vraag die we zijn gaan beantwoorden, en daar zijn we nu, het einde is daarvan in zicht, is gaan we renoveren of gaan we nieuw bouwen? Dus we kunnen grootschalig renoveren op de huidige locatie, maar er is ook de mogelijkheid om met onze hele zuivering over de dijk te verhuizen naar vlakbij en daar helemaal opnieuw te beginnen. Maar welke deelvragen moet je daar nog voor beantwoorden? En waarom, daar zijn we en waarom nu was bezig. Dit de eerste vraag? Want je kan ze ook stellen van al die facetten die eigenlijk langskomen, die spelen tegelijkertijd. Dus kun je die complexiteit wel zo ontleden? Dat is zeker waar. En daar hebben we een aantal aspectenstudies voor uitgevoerd. Dus kleinere deelstudies. Wat echt heel letterlijk is, voorbezinking. Gaan we wel of niet een voorbezinktank nemen? Wat heeft dat voor gevolgen van de rest voor de zuivering? Wat heeft dat voor gevolgen voor grondstoffengebruik? Voor grootte van de zuivering zelf? Hebben we dan nog, dan hebben we misschien minder slip, maar dan ook minder biogas, wat bij ons meteen in groengas wordt omgezet. Dus om dat hele verhaal uit elkaar te halen, hebben we eerst die aspectenstudies uit elkaar gehaald. Één voor één beantwoord. En daar kwamen een aantal realistische scenario's uit. En die hebben we op het bestaande en op het nieuwe terrein zeg maar geplakt. Om, wat past er eigenlijk en wat kan er en wat kan er zeker niet? En geef je dan in die studies eigenlijk antwoord, wat doe ik met die ene opgave? Of gaat het over functies van die zuivering? Het gaat er vooral om, als je een beslissing neemt in één van deze onderdelen, wat zijn dan de gevolgen en dus welke deuren open je en welke deuren sluit je? Dat is vooral om dat inzichtelijk te brengen. Zo hebben we dat eerste stuk aangepakt. Ja. Oké, en doe je dat vanuit het waterschap zelf met je collega's? We zagen er iemand. Dat doen we samen met een adviesbureau. Met een adviesbureau. Die helpt jullie daarin? Zeker, daar hebben we een close projectteam mee opgezet waar we allemaal onze eigen sparringpartner in hebben. En ja, dat is heel strak georganiseerd. En elke paar weken hebben we weer een hele nieuwe stap en veel overleg. Kijkers. Uiteraard online, maar veel overleg. En een van de dingen die heel erg aan de basis stond was het kijken naar de prognoses.
Dat is een mooie studie uitgevoerd met alle gegevens in de omgeving, gemeentes die willen uitbreiden, industrieën die wel of niet komen, afkoppelen. Alles is daar meegenomen en aan de hand daarvan zijn we gaan kijken hoe groot moeten we zijn in 2060. Ja, dat is nog heel ver vooruit. Hè? Ja, heel ver vooruit. Ja, maar ja, je gaat wel. Heb ik in een aantal gesprekken ook met Ton, Bert en Cora gehoord dat als het gaat om circulair moet het allemaal eigenlijk zo modulair mogelijk. En jij moet al vooruitkijken naar 2060, wat er dan staat. Ja, circulair is natuurlijk, dat is zeker een van de doelstellingen. Want dat is ook een van de programma's waar we ons aan willen houden en moeten houden. Hè. Dus we hebben 2025 energie neutraal, grondstoffen moeten terug en 2050 moeten we volledig circulair zijn. Maar er zijn natuurlijk heel veel routes die daar naartoe gaan. En met Micha hebben we ook veel discussie gehad, ook op die Europese wet en regelgeving. Ja, je kunt aan de ene kant zeggen, je moet alle medicijnresten verwijderen. Maar vaak gaat dat ook gepaard met een hogere energievraag. Dus hoe kom je daar weer op tot een goede middenweg? Zeg maar. Ja. Nu hebben jullie hier ook capaciteit of kennis ingehuurd en je doet dat met je eigen collega's. Ja. Hoe neem je daar je omgeving, maar ook je bestuurders in mee? Of vragen die daarom? Uiteraard. Hoe doe je dat? Ja, dat is echt vanaf het begin is dat heel duidelijk uitgestippeld van hoe nemen we het bestuur mee. Intern is het project heel duidelijk opgeslitst in een inhoudelijk spoor waar ik me het meeste mee bezig hou. En een ruimtelijk spoor waar we heel goed kijken naar wat zijn alle belanghebbenden in de omgeving. Okay. Er zijn al flink aantal avonden geweest, ook online met mensen die er omheen wonen en die aan het bedrijventerrein zitten. Provincie, gemeente. Dus iedereen weet voor welke vraag wij staan en welke oplossingsroutes wij zien en met welke punten zij graag nog willen komen en wat zij graag in de toekomst willen zien. Ja, krijg je er dan nog een paar ambities bij als je zo'n gesprek met de omgeving voert? Want, wil ik dit ook nog wel en dat zou ook nog wel mooi zijn. Ja, nou zeker. Zeker ja. Is dat zo. Dat is erg leuk. Je hoort heel vaak, we moeten koppelkansen zien en we moeten op zoek naar de koppelkansen. Want er ligt een mooi bos naast, kunnen we daar niet iets mee? Ja. Nou, we gingen al een zoetwaterfabriek bouwen. Daar komt een mooie waterharmonica bij, wat naar de Krabbenplas gaat. Ja. Mooi recreatiegebied. Hoe kunnen we die natuurcomponent nog verder omhoog brengen? Ja. Dus ja, educatie wordt veel naar gevraagd. Laat ons eens zien, wat gebeurt er nou in die zuivering? Ja. Dus en dan komt er heel veel, wat meer bij kijken dan. Zeker, wel leuk. Je krijgt er wel energie van. Super complex en boeiend proces ook. Hoe kunnen Stichting Rionet STOA nou Mariska helpen en Delfland helpen hierin? Of helpen jullie al? Want ik kan me voorstellen als je zo'n gesprek voert in de programmacommissie. Maar dit heeft je collega gedaan. Dus me als eerste te binnen schiet is probeer ook met wat we bij die prognoses nowcasting noemen te begrijpen hoe het systeem nu in elkaar zit. Wat krijg je nu aan hemelwater voor je kiezen? Wat krijg je aan industriewater voor je kiezen? Wat krijg je aan rioolvreemd water voor je kiezen? En begrijp je dat? Want anders ga je dan is je vertrekpunt voor je prognoses beter gefundeerd dan wanneer je alleen maar naar de toekomst kijkt. En daar wordt van de benchmark tot die afwaterprognoses wordt daar druk aan gewerkt. En bij deze ook het aanbod als we je kunnen. Het is voor ons handig om een case te hebben om ons werk te verbeteren voor de andere waterschappen. En voor jullie handig om als je gegevens, je vragen bij STOA, Waterschapshuis, Rionet neer te leggen. Van, kunnen we hier samen jou helpen en je collega waterschappers helpen? Ik denk dat nu ook voor vandaag ook wel de oproep is van, goh, wordt de problematiek herkend en kunnen we daaromheen ook wat organiseren met partijen die soortgelijke vraagstukken, complexe vraagstukken hebben, om dat proces ook te ontrafelen en daar leermomenten uit te halen. Ja. Om daar anderen ook weer mee van dienst te kunnen zijn. Want je zegt eigenlijk, Cora, daarmee, er zijn wel meer waterschappen en projecten die met eenzelfde soort vragen. Nou, ik denk dat de case van Grote Lucht wel letterlijk ook wel heel groot is. maar uiteindelijk
waterschappen moeten allerlei keuzes maken over vervangingen en nieuwbouw. En welke ambities streef je naar voor wanneer, op welk moment. Ja. De bestuurlijke keuzes, de beleidsmatige keuzes zijn daar ook in belangrijk. Ja. Maar hoe je dat proces insteekt, welke stappen je daarin in maakt. Nou, volgens mij kunnen we daar best wel van elkaar leren. We hebben dat gezien rondom het... de introductie van de medicijnresten, de verwijdering van microverontreinigingen. Daar werden een heleboel waterschappen redelijk op hetzelfde moment geconfronteerd van wij willen ermee aan de slag. Ja. Nou, daar hebben we een community of practice opgericht om eigenlijk met elkaar onder begeleiding dat proces te doorlopen. Dus je gaat gezamenlijk na van nou, op welke locatie doe je wat, waarom, met welke argumenten. Hoe maak je een bestuursvoorstel om dat goed te doen? Ja, zo'n zuivering is in die zin misschien een once in a studio. Doet hij het nog? Een once in a lifetime. Hè? Dat is een hele lange once lijn. Once in my lifetime. Ja, 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 hopelijk zo, wel. Hè? Dan kun je daarna. Ja, het is een heel gek idee. Want je zit natuurlijk met je collega's te praten. En dan zeg je, dan gaan we dan straks met onze rollators wel eens kijken hoe dat ding er staat. Ja. Maar dat is wel een bijzonder. Want je maakt heel veel fundamentele keuzes. Want er wordt niet voor 100 decentrale zuiveringen gekozen, klinkt het. Nou ja, dat ik me ook wel afvraag in zo'n project. En vooral ook omdat het zeg maar heel veel lijntjes heeft... zeg maar naar buiten het hek van de zuivering, hoe je ook daar rekening mee kunt houden, hoe je de baten en lasten verdeelt. Ik kan me voorstellen als een gemeente bijvoorbeeld veel gaat afkoppelen, misschien ook wat extra's, wat meer dan ze zelf zouden willen, dat het voor die zuivering daar een stuk goedkoper voor wordt. En dat vertaalt zich nu meteen heel concreet in de ontwerpopgave. Of je zeg maar ook dan in financiële zin, ook nog niet alleen het water naar binnen haalt, maar misschien ook dan kostenbesparing ook weer aan andere partijen kunt verdelen, zodat je ook zeg maar die afweging tussen de kosten en de baten, tussen verschillende partijen, of daar ook over gedacht wordt, om dat ook wat breder te willen trekken dan puur binnen het zuiveringshekje. Interessante vraag, die ga ik zeker meenemen. Kosten is uiteraard ook een van de punten waarop beslist wordt. Dat is... Het zijn kosten voor de burger. Zeker. En natuurlijk voor de kosten voor het waterschap, dan wel voor gemeenten. Ja, want eigenlijk dat gesprek wat je hierover moet voeren is een heel integraal gesprek. Afhankelijk van ook hoe integraal is integraal. Hè? Daarom. En daarom hebben we ook het proces met de bestuur hebben we heel duidelijk in stukjes gehakt. Want voor hen is het ook niet te behappen als je in één keer alle informatie naar voren schuift. Ah, je zou, dus die nemen je we zou ook heel met je benen mee. Op tafel best een mooi goed gesprek kunnen voeren daarover. Dat, ja, maar zeker. Misschien heb je dan de week erna datzelfde goede gesprek. Hè? En dan tikt de tijd toch stiekem weg. Hoe we dat zijn aangegaan is dat we een aantal informatieavonden gedaan hebben. We werken heel nauw samen met een aantal mensen van de commissie voor de waterketen. Die zijn onze klankbordgroep, dus die nemen we wat intensiever mee, zodat ze ook wat langer de tijd hebben om echt te begrijpen waar het over gaat en ook zo dingen kunnen uitleggen. Een hele goede hoogheemraad die ons daarin meeneemt. En wat ook heel leuk is om te zien, is dat er al best wel een aantal waterschappen contact met ons opnemen of wij met hen. En dat je gewoon 3 op 3 met elkaar zit te praten van waar zijn jullie nou tegen aangelopen? Dus Rijnland is wat verder dan wij en Amstelgooi en Vecht loopt weer wat achter. En zo kunnen we elkaar mooi aanvullen. Dus die dialoog is al op gang, maar die kan alleen maar beter worden. Leuk. Ja. Hartstikke goed. Ik check nog even bij de chat of daar nog urgente vragen zijn of dat men... zaken inbrengt al. Ja, dat was de vraag hoe lang jullie al bezig zijn met de verschillende aspecten onderzoeken. Die wordt ook weer deels op je beantwoord in de chat. Ik begreep vanaf medio 2019 met het masterplan. Dus vanaf wanneer zijn jullie al aan de slag met dit project? Ja, natuurlijk begin je al veel eerder te denken over dit komt eraan. Dus, dus daar is al wel veel langer over nagedacht. Wat zijn eigenlijk de opties? Moeten we samen gaan met een andere zuivering? Maar dit wordt al een flinke. We ontwerpen nu voor 400.000 IE. Er is inderdaad eerst een masterplan geschreven. Er is heel veel data al naar voren gekomen. Maar nu moeten we echt richting een beslissing. Gaan we renoveren of nieuw bouwen? Aspectenstudies zijn nu klaar. De realistische scenario's liggen er. En nu weer een paar stapjes verder. Dus aan het eind van het jaar moeten we echt een knoop hebben doorgehakt. Super. Ja, ik denk dat ook een heel belangrijk aspect wat te maken heeft met al die gestapelde opgaven, is ook zeg maar de manier van beslissing nemen. Dus ook heel interessant inderdaad van welke volgorde neem je welke besluiten, zodat je ook echt verder kunt op een gegeven moment. En zonder dat je dan bepaalde opties al misschien hebt te vroeg dichtgegooid. Dus dat hele beslisproces, hoe je dat ontwerpt.
Dat lijkt me ook wel heel interessant, waar misschien ook de anderen nog veel van kunnen leren. Ja. Het is natuurlijk heel moeilijk om zo ver vooruit te prognostiseren en beslissingen te nemen. Dus het zou heel fijn zijn op het moment dat je flexibiliteit kan inbouwen. Dat is één van de key elementen natuurlijk in de hele beslissing. Ja. Waar zit de flexibiliteit en hoe omschrijf je die en hoe kwantificeer je die? Wat is realistisch voor over 10 jaar? En als je verder kijkt, waar komt Europa mee? Wat kunnen we op het gebied van medicijnresten? Wat kunnen we en wat moeten we en wat willen we? Super. Ja, dus ja. Dankjewel voor dit kijkje in de keuken. Wij zien jou dadelijk in het volgende programma onderdeel ook nog terug. Want daar gaan we ook verder praten met onder andere Superlocal, een ander complex project. En hoe we daarmee om kunnen gaan met die hele stapeling. Dank voor nu. Wij gaan richting de afronding van de projecten Spetters, het eerste onderdeel van het afvalwaterketensymposium. We hebben Spetters gezien en gekeken naar een selectie mooie projecten uit de portfolio's van Stichting Rionet en STOA. Goed bezig, zou je kunnen zeggen. Zeker goed bezig. Nieuwe inzichten, mooie, aansprekende, relevante resultaten. Maar ook nog lang niet klaar. Hoe gaan jullie nu voort met het programmeren op onderzoek en innovatie? Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk, of de waterschappen hebben natuurlijk heel veel ambities. Ja. Echt wel stippen op de horizon zijn er. En als je kijkt van waar we nu staan en wat er nog gedaan moet worden om toch richting die doelstellingen te komen, gekoppeld aan die jaartallen, nou, dan hebben we met z'n allen nog heel veel werk te verzetten. Dus volgens mij hebben we met z'n allen nog heel veel te doen. Ja, als je kijkt om 2050 is zo'n jaartal. Hè. Zero pollution werd net al genoemd, maar volledig circulair. Nou, wat voor een begrip en wat dat ook betekent voor de afvalwaterketen. Dat is nog wel een uitdagend concept, moet ik zeggen. Die staat in jouw programmering wel op de agenda. Zeker. We zijn er ook met de verschillende partijen mee bezig. Om daar gezamenlijk invulling aan te geven. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat daar nog de nodige onderzoeksvragen uit voortkomen. Ja. Dat is vrij ver. Hè? En daarnaast hebben we natuurlijk de uitdagingen, in ieder geval voor de medicijnresten, de micro's, de biodiversiteit. Er zijn er veel, energie niet te vergeten, klimaat. Ja, Heren, hoe sluiten jullie daarop aan? Voor veel wel. Ik denk dat als ik kijk naar de opgave in de rioleringssector, is eigenlijk de belangrijke opgave voldoende mensen. Er is een groot tekort aan personeel en ook voldoende geschoold personeel. Dus ook zorgen voor instroom in de sector, jonge instroom in ieder geval, dat er voldoende mensen aan het werk blijven. Dat heeft dan niet te maken met onderzoek, maar dat is denk ik wel een van de speerpunten waar we ook aan moeten denken. En misschien kunnen we dat stimuleren door ook wat meer aansprekende, frisse onderwerpen te starten. En ik denk zelf, maar misschien moet ik het ook niet bij mezelf neerleggen, maar ook juist weer dan aan de jongere mensen vragen wat zij er interessant vinden. Ik merk wel, wat wel veel energie geeft, is echt toepassingen van data science. We hebben al heel veel data en waarvan wij denken van daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee, maar misschien kunnen we juist wel heel veel mee. Daar wil ik zeker nog meer mee doen de komende jaren. En wat me ook uitdagend lijkt, is toch om een aantal soort game-changing scenario's te bedenken. Zoals net al even aangegeven over het absolute rioolstelsel zonder overstorten. Maar misschien ook een volledig circulaire woonwijk waar inderdaad geen zuivering ergens anders nodig is. Om dat gewoon als stip op de horizon te gaan ontdekken. Dat ambitie. We zitten op de tijd. Ja, voor mij is de uitdaging om veel van die ambities gaan over meerdere segmenten van het waterbeheer heen. Als je af wil koppelen, betrek je hydrologen erbij. Krijgen die daar last van, ja of nee? Of is het zo weinig water dat ze er niet wakker van liggen? Maar dat is niet alleen een ketenopgave. Dat is ook een watersysteemopgave. Zowel voor kwaliteit als voor kwantiteit. Dus het combineren van die opgave met de verschillende segmenten van het waterschap en vaak samen met gemeenten is denk ik een van de uitdagingen die we bij al die gestapelde opgaven hard nodig zullen hebben. Dank jullie wel. Jullie hebben gekeken naar de projecten Spetters. De aftrap, de eerste van 3 sessies tijdens het afvalwaterketen symposium 2021. Zoals we ook starten. Er gaat nog heel veel ambitie en mooie projecten volgen vanuit STOA en Stichting Rionet.
Wij hebben een korte break, jullie hebben ook een korte break. Om 2:15 gaan we weer verder met het hoofdprogramma Gestapelde Opgaven. Dus ik zie jullie daar graag terug zo dadelijk.